want to know what learns. 30 minutes. Oh, okay, yeah. Oh, what learns, what learns, what learns. What's ringing it? Sorry. Yeah, ja, lieve vrienden, kijken is wat mooi. Hè? Kijken is wat mooi. Ja, echt een beauty. En dan krijgt er eentje van de zoon, hè? Zo'n goede lieve zoon hebt, zei hij. Ja, dus dan zijn we weer aanbeland. Ja, lieve vrienden, een hele, hele hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En net weer thuis met de meisjes, die heb ik al uitgelaten. Erwin, die kan elk moment komen, maar ik moet dit even in de container gooien. Dus dat gaan we eventjes doen. Dat is een helikopter die ik hoor. Voilà, mag ik er even bij, schat? Zo. Ja, rood, wit, blauw. Offshore. Zo. Hoppata. En die doet het goed. Hier weer een nieuwe lood. We gaan even weer controleren wat ze doen. Kijk, daar is ook een nieuwe lood. En we hoeven geen gras erin. Nou, in de gemeentetuin, weg. Die komt ook aardig weer overeind. Die hing slap. Zal voornamelijk wel weer slap hangen vanwege het zonnetje. Daar komt eindelijk wat nieuwe lood. Of die het blijft doen weet ik nog niet, maar dat is nieuw. En die zal ook wel doodgaan. En daar hebben we ook nieuw bij zitten. Ja. En de rest zal wel weer doodgaan. Ja. Nou, ik heb hier de dode bladeren dus ook al afgehaald gisteren. Dit, nou, er zit nog leven in, maar er komen bloemetjes. Kijk, alle gaatjes weer vol. Nou, het stuk van de bloemetjes, zoals jullie zien, hier ook bovenop. Heerlijk. Er komen allemaal aardbeidjes uit. En er helemaal blij mee. Ook de vlinderstruik, die is prachtig. Maar ja, nou moeten er nog vlinders komen. Ik heb nog geen vlindertje gezien. Ja, één. Een gipsvlindertje, zo'n witte. Ja. Nou, daar wordt aardbeidjes. Hier komen nog bloemetjes, geloof ik. Ja, hier bloemetjes. Helemaal geweldig. Toch? Ik ben er blij mee. En dus, maar ja, we gaan weer even naar binnen. Ja, ik moet even mijn stoel loskoppelen. Die staat aan de stroom. En dan denk je, waarom moet die aan de stroom? Ja. Dat is gewoon de stroom van mijn accu. Want ik heb een accu eronder hangen. Ja, ik zal jullie even neerzetten. Snoer eruit. Voilà. Dat, ik heb een accu zodat de stoel omhoog en naar beneden kan. Ik heb er ook een afstandsbediening bij. Die hangt aan de zijkant van de stoel. Dus ja. Het is niet zomaar een stoel hoor. Nee, het is geen bureaustoel. Het is een trippelstoel. Een werkstoel. Omdat als ik bij wijze van spreken zometeen voor de koffie ga zorgen. Ja, dan moet ik wel twee handen hebben. En dan kan ik niet lopen. Nee. En dus. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Even mijn oorbellen van gisteren ophangen. Het is warm. En toch is het maar oud, 20 graden. Waarom moet je mijn zeer doen met je grote kont? Ja, gaat mijn horloge. Het is 1 uur.
Zegt die? Ja, 1 minuut voor. 1 minuut voor 1. Normaal is Erwin altijd veel eerder. Komt hij rond 1:15 en dan ben ik lekker eerder thuis. Ja, ben ik blij mee. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Dat gaan wij ook weer doen, want het is Juttersmarkt. Dus ja, daar gaan we sowieso weer heen. En ik moet boodschapjes doen, ik moet naar de Vomar. Dus ja, we zullen het beleven, hoe en wat. Ja, ik heb een druk schema. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. En nou, als jullie zo'n prachtig weer hebben dan wij, blauwe lucht. Hier en daar een wolkje. Nou, dat maakt je helemaal blij. Ja, toch? Mij in ieder geval wel. Dus ik zeg gewoon, genieten. Geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, we gaan lekker de hort op. We gaan de markt over. Want Erwin die is de deur alweer uit. Ik heb alweer dingetjes even gedaan. Ik heb de boel klaargelegd. Want ik moet ook boodschappen doen, zoals ik jullie vanochtend al had verteld. De tas heb ik hier. Dus mijn zonnebril. Jullie moeten in mijn tas, dus die ligt klaar. En we gaan gewoon genieten. En ik neem jullie gewoon mee. Hè. Waar ik filmen kan en mag, doe ik het. Ja. Dus sowieso mag het buiten. Maar of ik eraan toe kom, ja, dat weet ik niet. Want het kan met dit prachtige weer ook druk zijn. Dus ja, het is gewoon afwachten. Maar meegaan doen jullie wel. Ja, we wachten gewoon af. Maar geniet gewoon ook van je eigen dag. Dus tot later. Ja, een foto van de familie Boon. Ja, ja. Ja, ja. Nou, ik zal het touwtje er even bij pakken. Zo, en dan gaan we die kant weer op. Even gezellig over de markt heen. Let op. Waar moet ik op letten? Schoenenwinkel. Ja, er was nog geen bordeaux rood, anders had ik vandaag mijn andere rok aangetrokken. Dus ja, bordeaux rood komt van de winterperiode weer. Staat ook nog een kinderwagen, kan ik er langs? Ja. Ja. Zelf? Kun je wat weer doen? Oh, kijk nou wat leuk! Oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Wat leuk. Allemaal lantaarnetjes. Ja, niet toch? Ja, niet toch? Makes no sense. Perhaps maybe it's the half. Yeah. That's fine. Yeah. Yeah, that's the market. You never know. Olifantjes, zeehondjes, dolfijntjes, kettingen. Kijk, ook van hout. Oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Houten speeltjes, ja. Van vroeger nog, hè. Ja, dat was nog van vroeger. Houten speelgoed. Ja, echt waar. Deze? Ja, jullie hadden mijn nieuwe aanwinst geloof ik nog niet gezien. Ja, die reist tegenwoordig ook mee. Ja, echt waar. Pootjes haar helemaal omheen. Ja, helemaal in de knoop. Daar hangen ze in het klein. Oh, sleutel hangen. Dank je. Nou ja, wat dit voor knuffels moet wezen, ik weet het niet. Nou, dit is ook bekend voor jullie, denk ik. Wat was het Thank you.
ruikt wel lekker hier overal. Waar het vandaan komt, Joost mag het weten. Ara, Claudia Huisman, de wagenmakerij. Maakt nog reclame ook en ik word niet eens gevonden. Ik maak reclame en ik word niet eens niet gesponsord. Goed bezig. Ja. Ik ben een vlogster, dus ja. Ja, ik weet het. Daarom zeg ik, ik maak reclame en ik word niet eens niet gesponsord. Wil je schone spiegeltjes hebben dan? Ja. Nou, ga ik schone spiegeltjes maken voor jou. En mijn scherm. Je scherm? Maak het eens moeilijk. Is dat moeilijk? Nee. Huh? Dat is goed, is niet. Want ik heb namelijk dit. Dat is een folielaag vanwege de regen. Dat moet normaal gesproken de regen moet daarbij. Ja, hoe? Je moet er doorheen kunnen blijven kijken met regen. Nou, ik heb nog niks gemerkt. Ja, ik vind het gek. Ja, weet je hoeveel verder moet betalen? Ja. Ja. Nou. En dat allemaal bij Hara. Snel en groen schoonmaken. Nou? Ja, dat is aan de binnenkant. Ja, ze hebben dat verkeerd gemaakt. Dat scherm dat komt helemaal hier tegenaan. Hè? Ja. En daar baal ik van. Nou, je kunt wel wat zien. Ja, ik zie weer helder. Ja. Geen vlekken meer. Nee, zo is dat. En hoe doe je de spiegeltjes ook op dezelfde manier? Op dezelfde manier. Oké. Wou je die ook schoon nog even aan? Ja, natuurlijk. Gaan we die nog even doen hoor. Tuurlijk. Oh, met een doekie. En je ziet het blijkt wel oud hè, zo wel lekker aan hangen. Oh. Nou. Toppie. Kun je al die knappe mensen achter je weer zien? Nou. Niet? Sommigen zien je niet staan hè. Nou. Heb ik een goede klakson? Kijk. Maar dan horen ze je niet. Jammer. Ja. Nou, succes ermee. Dankjewel. Bye. Nou, jullie weten het. Bij Hara. Ja. Ik weet niet of die nog een e-mailadres heeft of zoiets. Maar. Info Hara Huisman. Hara Huisman. Dus helemaal goed. Ja. Dankjewel. Bye. Hè. Snoepie, dat hoef ik niet. Nee, hoor je dik van. Dat zijn maar bepaalde snoepjes die ik wil en die heb ik bij me. Ja. Ga toe gang hoor. En dat is de kapsalon. Ja, niet van mij hoor. Ik kom hier liever niet dan wel. Hey schat. Ik ga foto's aan maken. Oké, doei. Ja, je bent nooit oud. Nee, maar dat is... Hey Peter. Hey. Hey. Ik ben 40 jaar in dienst. Dus, en ben je alleen nog hier? En dan moet je nog 5 jaar. Nou, ik zie je wel. Ik heb nou deze boete, kun jij niet opvoeren hè? Nee. Nee, daar kan ik helemaal niks mee. Nee. Nee, maar weet je. Hij gaat maar 15 komma nog wat. Ja, ik werk niet thuis, hè? Ja, nee, maar ik werk niet met klant. Ik werk voor data. Nee. Maar ik ga weer verder met filmen. Oké. Een soort problemen. Nee, we zijn problemsolvers. Heel kwestie voor collega's in Nederland. Vijf personen. Technisch. En wat hebben we hier? Dat moeten denk ik kindertasjes voorstellen waar, ja weet ik veel wat in kan. Pyjama, weet ik veel. Ik weet niet. Het zijn wel kindertasjes. Maar ja, wel grappig. Hé, hey, geen brandweer. Tjong, normaal is dat de brandweer hier.
Ja, daar is hij. Daar is hij. Lekkere worsten. En ze hebben er een klamboeder overheen. Doet ze helemaal goed. Ja, doet ze helemaal goed. Of hij, weet ik veel wat dat is. Wat erachter. Dag hondje. Dag hondje. Hey, kijk eens, Rex. Rex heet hij. Rex. Hé, hey, schat, kom je ook al? Oei, dan word je beroemd hoor. Hey. Je komt op YouTube. Ja, wil ik zien, joh. Ik ben een YouTuber. Ja, dat vind ik goed. Hoe kan ik je vinden? Onder de naam Corina met IE, dus Corina. Ja. En de beestenboel, want ik heb ze al vertreden. Corina en de beestenboel. Ja, maar Corina moet je goed onthouden hoe je dat schrijft. Met IE. Ja. Corina met IE en de beestenboel. Ja. Daar ga ik kijken, ben ik erg benieuwd naar. Hey, dank succes. Dankjewel, dank je. Allemaal sleutelhangertjes en kettingen. En dromenvangers. Echt helemaal leuk. Ja. Ah, goeie. Geen leeuwtje. Geen leeuwenkoppie. Nee, allemaal hondjes. Allemaal hondjes. En een konijntje. Moet een leeuwenkoppie hebben. En wat moet dat voorstellen? Ik weet niet wat dat het voor moet stellen. Hoppata. Die mevrouw blijft op de stoep, denk ik. Die de neus aan het snuiten. Moet ook kunnen. Ah, jongens. Moet even weer goed zitten. Sorry. Ja, dat lust ik allemaal niet. Dat lust ik allemaal niet. Nee. Ik moet daar naar binnen. Dus, dan doen we het zo. En ik kieper jullie even naar beneden. Ja, er zijn kindertjes. En op nog een manier. Ik blijf hier staan. Ja, ik blijf kijken. Mooie zonnebrillen. En dan zien jullie gelijk waar ik ongeveer ben. Ja. Ja, en zoals dat merk heb ik thuis staan die grote potten daar. Ja, jullie zien het al dat ik thuis sta. Ja, ja. Even uitzoomen. En ik denk toch dat jullie zometeen wel even uit moeten, want ik moet toch betalen. Ja, ja. Maar hier ben ik dus. De rest komt zo meteen wel op goed. Ja. Dus ik doe jullie heel even uit. En ik pak jullie straks voor weer bij. En daar staat weer een prachtige hond. En die loopt weg. Maar wie kent dit nou nog niet, hè? Wie kan dit niet? Allemaal oude speldjes van vroeger. Allemaal oude speldjes van vroeger. Wie kan dat nou nog niet? Wat geweldig, niet? Dat is nog van vroegere tijden. Ik ben een vlogster. Komt op YouTube. Dat is mooi. Kan je gratis reclame maken? Ja, nou ja. Ik verzamel dat niet meer, maar ik heb er nog steeds eentje van vroeger. Van lentebloemen. Hier uit Den Helder. Dit moet je even noten. Ik versta hem niet. Ik zal weer even uitzoomen. Nee, uitzoomen zeg ik. Zo. Ik zie je site experimenten. Je site is opzetten. We gaan even mijn naam even wegdoen. Oh, waar is je naam? Je zoon is ook gesloten. Ik hoop dat jullie het zo kunnen lezen.
En anders, dan gaan jullie gewoon de film even stoppen. Ja, kan ook hoor, alles kan. En dus, nou, dank jullie wel. Moeite. Toppie. Ja, je weet maar nooit, hè, wat er op pakken. Wil je veel bekeken? Nou ja, ik heb over de... Ik weet niet eens meer hoeveel... over de 600 geloof ik. 622 geloof ik. 27 zoiets. Dat gaat ook niet, geloof ik. Ja, daarom. Maar ik probeerde mijn dochter in te halen, maar dat lukt niet. Maar mijn dochter is vele malen eerder begonnen met vloggen. En ik ben in 2017 begonnen. Ja, en dan doe je eigenlijk eerst met de filmpjes die het al heb. En dat zijn dan hele ouderwetse filmpjes nog zo. En nou doe je het zo met je mobiel. Vind je het leuk? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik denk dat ik moet nodig weer shorts maken. Dat zijn wel die kleine, smalle filmpjes. Ja. En die duren maar heel even, een paar seconden. Maar dan moet je wel ideeën voor opdoen, hè. En dat is moeilijk. Ja, daarom. Komt wel goed. Ik vind een vlog belangrijker dan een short. Dus. Nou, hartstikke mooi. En dankjewel. Ik moet eerst mijn touwtje er weer bij hebben. Ja, ook dat nog. En ik moet jullie weer links hebben. Ook dat nog. Dus ja. En wat hebben we daar allemaal? Nou ja. Ook oud spul van toen destijds. Boeken, poppetjes, weet ik veel wat. Maar ik ben zelf geen lezer, absoluut niet. Daar heb je ook boeken. Dus. Nou, dan gaan we daar. Ik zie de hele honing maar niet. Maar ja, maakt niet uit. Zo, die zit. Ja, ja. En dan heb je hier ook een kapper. Nou ja, dat kom ik ook niet. Ik heb maar één kapper en daar blijf ik bij. Ja. €5 voor €5. Oké, okay. Ja, dat moet je me net passen. Het is allemaal van die kleine maatjes. Ja. En daar gaan we. Hierin. En daar hebben we Peter weer. En ik doe jullie weer heel even uit. Ja. Hey. Ja. Dan moet ik even achteruit. En nog een stukje. En dan gaan we ook die kant weer op. Ja, ik stond even met een maatje te praten. Een maatje, ja. Van mijn man nog. Van Jack. Ja, nou dat moet helemaal kunnen. Maar dat is dat met die kraaltjes. Oh, niks voor mij. Niks voor mij. Kijk, dat is weer een hele grote. Net als die. Is dat een hele grote? Ja, een hele grote. En dan heeft ze nog, ja, hij heeft ze nog aan, hè. Ja. Nou, veel is er hier niet meer te zien en te bewonderen. Nee joh, ik ga niet Chinees joh. Ik ben al jaren meer Chinees geweest. Ja, blijf staan, zou ik ook zeggen. Hoppata. Twijfelaars en mensen die zomaar plomverloren voor je blijven staan, midden op het pad. Daar kan ik niet tegen. Ga aan de kant staan. Was
Ja. Ja, jij toch ook? Nou, dat lijkt ook allemaal op elkaar. Je wilt toch niet op elkaar gaan lijken? Nou ja, toen was het op. Hoppetepoppetepop. Ja, ja, de spoor gaat weer. Oké. Okay. Ah, nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, jullie zien het weer. Ik zit weer bij mijn favoriete tafeltje. Ja, hetzelfde hoekie. Dus ja, ik kom er helemaal goed. Ik ga weer wat lekkers bestellen. En jullie weten het wel. Ja, tot later. Ja, lieve vrienden, ik bevind me weer bij de zomer. Ik heb al wat ingeladen. Onder andere 2 zakken kattengrit en 2 doosjes met kattenvoer, natvoer dan wel te verzwaar, voor Kandolfie. En ik had ook al wat eerder gekocht bij de bloemist voor de orchideeën. Ja, dus daar ben ik ook wel weer blij mee. We gaan nog verder gewoon gezellig boodschappen doen. Maar ja, ik heb nou in ieder geval dat al binnen. Ik moet ook brood hebben. Ik moet sappie hebben. Ja, we gaan nou naar de sappieafdeling. Ja, alles met één hand. Hè? Te sturen en te doen. Nou hoor. Kijk achteruit. Waar moet ik naartoe? Dankjewel. Dus ja, gewoon naar de sapafdeling toe. Waar is de sapafdeling? Rechts. Dus ja, we gaan naar rechts. En dan heb ik hier al eentje. Die staat hier. Ja, die nemen we mee. En ik neem er maar even eentje mee. Want ik heb al gewicht genoeg. Ginger ale. Neem ik er ook even één van mee. Want ik moet ook nog vleeswaar hebben. Ja, ook dat nog. Ja. Even mijn leuning omhoog. En ja. Een fles ginger ale. Moet die andere fles opzij willen. En dat wil niet. Zo, die daar. En die daar. Ja, ik ben een beetje aan het harnessen. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Kijk, mijn vlaggetje. Leuk, hè? Ja. Veiligheid gaat boven alles. Maar ja, jullie weten het. Ik ben gewoon weer aan het filmen. En ja, gewoon naar mezelf. Doe ik gewoon. En naar de spullen toe. Ja, moet gewoon kunnen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en geniet lekker mee. Ja, lieve vrienden, kijk eens wat mooi, hè. Kijk eens wat mooi. Ja, echt een beauty. En dan krijgt er eentje van de zoon, hè. Zo'n goede lieve zoon hebt, zei hij. Ja, dus dan zijn we weer aanbeland. Ja, het is dinsdag, want het is Juttetjesmarkt geweest. Dus ja, dan zijn we weer bij onze Mirjam. Ja, en ik krijg nog een bakje. Ja, ook dat nog. Het is niet goed voor onze billen, maar we doen het gewoon, hè. Ja hoor. Moet kunnen, of niet dan? Ja hoor. Zo is dat. Dus ja, lekker gebakje bij een bakje koffie. Dat moet gewoon kunnen. En wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Oh, de Sylvester. Ja. Hé? Ja. Hé?
Hoeveel vijfde? Nou, en daar, deze klant, kijk dan eens, jongens, nog aan toe. De mooiste, ja. Hij is echt een beauty. Het is een plaatje. Ja, echt wel. Maar ja, je hebt meerdere mooie planten zoals deze, met deze rode bloemen. Ja, die doen het altijd goed. Ja. Nou, bij de een wel, bij de ander niet. Ja, die plant die ik van jou gehad heb, die doet het ook nog steeds goed. Weet ik voor welke dat was? Daar staat op het zwarte tafeltje. Oh, die? Ja, bij mij komt er iets geks naar boven. Er komt een zijschoot ook aan. Leuk toch? Op verschillende plekken komen er dingen aan. Ik dacht dat het bloemen waren, maar ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van. Maar goed. Zit bij mij in het gele, ja, bij jou in het rode. Ja. Dus. Even kijken, je hebt ook zwart. Ja, ik heb helemaal zwarte koffie, schat. Nou, en dit is ook iets, ja, die ken ik ook niet. Dat lijkt ook wel een... Ja, dat is een orchidee. Ook een orchidee. Nou, ik heb net spullen gehaald voor mijn orchideeën. Ja. Ja. Dus. En dat ligt nog steeds te rijpen en te doen. Helemaal geweldig. Maar we gaan een bakje koffie doen. Ja, Rijka. Kom eens hier, meisje. Jij bent los. Ja, jij bent los. Nou, jij nog? Kijken wat ze doet. Want het is hoogwater, mensen. Oei. Het is hoog. Ja. Als er, ze is er in ieder geval even in geweest met de poten. Maar het is hoog en het golf nogal. Laten we even hier lopen. Want het is al laat en ik moet zelf ook nog eten. Dus we blijven even hier. Even een plasje doen. Of poepen. Een van de twee. Poepie doen. Ach jee. Het wordt ook nog wel eens een keer hoger. Die erachter. Is Barij Elwing. Ja, nou ja. Ik moet even zien hoe ik dat moet hebben met dit. Hup. Om mij heen. En dan moet ik hem daar weer weg zien te halen. Zo. Hup. Die gaan daar al. Gaan jullie even mee? Want dan ga ik wel even lopen. Kom maar. Kom. Elwin, kom maar. Hallo. Ja. Rijka. Doe ik mijn bel het niet? Kom. Mijn bel die doet het niet meer. Nou, moet ik daar ook weer naar kijken. Rijka. Kom maar. Gaan jullie mee? Doei. Oh, heerlijke beesten. Heel gosje. Hé, ja, wat is dan? Lopen. Nou.
erg jammer, denken ze. Hé? Hi. Hi. Kom maar. Kom eens. Goed zo. Ja, kind. Wat is dat het kind? Hoe we het allemaal hebben. Ja. Hup. Die kant op. Hé? Wou je weer vast? Nou, dat mag. Ja hoor, dat mag. Kom maar, kom dan. Kom. Met je bandje, je ringetje. Hé, waar is je ring? Nee, dan moet je hier komen. Oh. Dat, nou. En dat is één. En dan moet ik nummertje twee hebben. Hè? Ja nou? Ja. Oh, ik zit vast aan mijn rollator, dat moet me niet. Zo hè. Hé, was je toch even met de pootjes erin, meisje? Ja, het is nogal hoog, hè? Ja, het is nogal hoog, hè? Ja. Wie weet, als het morgen mooi weer is, hebben we meer geluk, hè? Ja, we gaan zo weer naar huis, want vrouwtje moet ook nog eten. En vrouwtje moet nog een vlog in elkaar zetten. Hé, ja. Nou, even wachten. Nou. Het is heel erg helder, lieve vrienden. Ja, ik ga even inzoomen. En nog verder. Dan hoop ik dat jullie het ook zullen zien. Ja, want ik zie het zelf. Ik geloof dat dat de Waddenzee heet, daar ginds. Dat zijn dus allemaal windmolen. Ja, allemaal windmolens. Het is een heel windmolenpark. Ja, bizar. Echt bizar. Het zijn allemaal boeien. En daar hebben we Texel. Nou, verder kan ik niet, want anders zitten we met de zon. Nee, in ieder geval, jullie hebben het nou ook gezien. Nou, dat is kilometers weg. Hoeveel kilometers, ja, dat weet ik ook weer niet. Maar ja, ik vind het maar bizar. Want het zijn toch allemaal gevallen, hè, die windmolens. Die kunnen als lucifers houtjes breken. En ze doen er niks mee, want wat op de bodem legt, op de grond legt, ja, ze kunnen het begraven, maar ja, hoe en wat, het is gewoon bizar. Op YouTube is er genoeg van te zien. Ja, een windmolen die breekt. Typ maar in op YouTube. Dan vind je het wel. Ja. Dus. Maar oké, wij gaan weer richting huis. Want ik wil graag een hapje eten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja. Het is inmiddels 7:45. En ik heb nog niet gegeten. Dus ja, ik neem dan straks wel gewoon weer even een broodje. Ik zou eigenlijk brood met gekookte ei doen, maar ik ben het zo zat. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus ja, het wordt even een beetje later met eten. Ik wil eerst even bijtanken met een bakje koffie. En dan zien we alweer. Ik heb ook wel lekker bonbonnetje erbij. En ja, het was een geslaagde middag. Het was gezellig. Ook even lekker bij Marianne geweest. Daar een bakje koffie met een gebakje. En ik ben met de meisjes al uit geweest. We zijn naar de dijk geweest. Dat hebben jullie ook mogen aanvaarden weer. Maar het was hoog water en het golfde nogal. Dus is ik maar met de pootjes er even in geweest. En voor de rest niet. Maakt ook niet uit. Het hoeft niet altijd te zwemmen. Nee hoor. Nee, dat vind ik niet nodig, maar ze kon, ze mocht, ja, maar als ze niet gaat, dan niet. En ze kwam uit zelf ook weer lekker bij me en wou ze weer aangelijnd worden. Dus ja, nou ja, aangelijnd en ik wou ook zelf weer naar huis. We hebben een klein stukje wel gelopen, ik zou blijven zitten. Ik dacht, nee, even een stukje lopen. Dan kunnen ze nog even spelen, weet je, ravotten, rennen, gek doen. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Elwing, die mocht graag Rijken uitdagen, dus ja, helemaal geweldig.
En ja, we gaan al lekker van de avond genieten. En ik wens jullie ook natuurlijk uiteraard een hele geweldige, fijne, liefdevolle avond toe. En voor later, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.